Welkom, zeker voor degenen die er nooit geweest zijn, welkom bij Refspace. Hackerspace Den Haag. Ik hoorde er eentje via Tweakers. Meer via Tweakers? Nee? Meetup? Heel clubje via Meetup. En jij bent via? Toa. Gewoon meegesleurd. Ja. Oh, maar fantastisch. Oké. Okay. Welkom op de eerste van de set Final Friday. De titel is nog Work in Progress, maar elke laatste vrijdag van de maand een evenementje, een workshop, een activiteit. Naast al het gebruikelijke hacken wat we doen. Ben ik een beetje te verstaan, Dave? Is dit een goed volume voor jou? Ja. Top. Nou, dan, en ja, dan heb je, als je zo'n reeks bedenkt, dan moet je altijd natuurlijk zelf zeggen dat je mee gaat doen. Dus ik bijt ook maar meteen het spits af. Ik had verwacht iets verder met het project te zijn. Dus het is een work in progress. Het is ook voor mij een experiment om halverwege een project er een praatje over te houden. Maar het komt helemaal goed. Ik ga het hebben over de LED Cube. En hoe je van een idee grofweg tot een product komt. Nou, we zouden hier eigenlijk met z'n tweeën staan. En de LED Cube is een project van 3 personen. Ik ben Bas Oort. Ik geef les aan een ROC. Rekenles en ICT-les tussen aanhalingstekens. Ik heb me vooral gericht op de hardware en de logistiek. Dus het aankopen van spullen, uitzoeken wat we kunnen gebruiken, communiceren met leveranciers. Zo, dat is in één keer een stuk donkerder. Dankjewel. En Roel zou hierbij zijn. Die heeft alle stoere effecten die je nu voorbij ziet knipperen, heeft hij geschreven. Gaat nu de camera op zijn bek? Nou, je ziet je gewoon niet meer. Oh. Moeten we wel een spotlight erbij gaan hebben voor de volgende sessie, maar zet hem maar weer aan. Spotlight. Oh. Nou ja, zoals ik zei, dit is voor ons ook nieuw om dit soort talks hier te doen. Dat is alleen maar leuk. Maar Roel is helaas ziek, dus ik ga je ook niks over de software kunnen vertellen. Dus misschien is de talk wat korter dan we van plan waren. De derde in het rijtje is Christel. En die kon er ook helaas nog niet bij zijn. Die is ook druk bezig met zo'n ding bouwen, maar had een andere activiteit. Oké, dit verhaal begon afgelopen tussen kerst en oud en nieuw. Kwamen wij iemand tegen die een kubus had gebouwd en die heel veel pijn in je ogen deed. Ik weet zijn echte naam niet, op Twitter heet hij ZZAURAK. Of Zaurak, ik weet niet precies, maakt niet uit. En die was met zijn LED-cube bezig. En wij dachten, kunnen wij ook. En dan ga je eens uitzoeken en dan blijken dit soort lichtpaneeltjes blijken allemaal een vastgesteld protocol te hebben. HUB 75. En HUB 75 is wat in al die grote lichtreclames op Times Square en waar dan ook gebeurt. Een heel simpel protocolletje. Je kunt er ook een keurig convertertje bij kopen dat je een DVI-signaal erin pompt. En aan de andere kant kun je er bergen van dit soort paneeltjes uit koppelen. Ze hebben altijd een input en aan de andere kant zit nog een output. En het is super simpel spul. Je hebt 3 lijntjes RGB, RGB 0 en RGB 1. Dus in totaal 6 kleurenlijnen voor de bovenste helft van het paneel en de onderste helft van het paneel. Een SWIC adreslijnen voor de rij. In het geval van een paneel van 64 bij 64 heb je er nog een E-lijn bij. Omdat je anders niet genoeg lijntjes kan adresseren. Je hebt precies 32 beeldlijnen mee adresseren. Een strobelijn, soms ook gemarkeerd als ledge. Om het einde van de rij aan te geven, een klokpuls en nog een output enable om de ledjes aan te zetten. Heel simpel, je kan het met een Arduino'tje, kun je het aansturen. Je zou het zelfs met een beetje TTL logica kunnen doen, maar dat vind ik wat fanatiek. Maar een Arduino'tje heeft niet zoveel geheugen en duurt lang. Gelukkig had iemand al software geschreven voor deze paneeltjes. H. Zeller, die heeft een repository geschreven voor de Raspberry Pi. En dat konden we gaan testen en hopelijk, ja, dat is een goede foto. Ben ik gaan testen en ik had al eerder voor de lol dat ze paneeltjes gekocht. En Ron die had een stel en die had al die software gevonden. Dus een klein adaptertje gesoldeerd. En binnen een kwartier had ik beeld. En dat begon met een beetje random plaatjes. Tot je op een gegeven moment ook leuke effectjes en klokjes en weet ik wat mee kunt doen. Dus het concept was bewezen. Dit spul is aan te sturen, de software werkt. Waarschijnlijk kunnen we er wel iets van maken. Dat was zo'n beetje het punt dat we besloten van oké, laten we toch maar die kubus gaan bouwen. En dan moet je toch spullen gaan kopen. En dat is best interessant als je daar
in één keer 18 wil hebben, loont het om iets verder te kijken dan AliExpress. En daar hebben we het grote broertje voor, Alibaba, de groothandel. Die kende ik nog van de Shabadge. Alibaba is eigenlijk een soort verbindingsplaats tussen handelaar en klanten. En allemaal gericht op wat groter volume dan het enkel stuks. Wil je 10.000 lanyards, wil je 100.000 patches, daar moet je heen. Maar communiceren met China is best altijd een uitdaging. En ik dacht, laat dat nou eens even je er doorheen lopen. Van hoe doe je dat nou? Van tevoren moet je verdomd goed weten wat je nodig hebt. Die LED-paneeltjes heb je in allerlei soorten en maten. Dus je moet weten hoe groot fysiek het moet zijn. Wat voor pixelmaat het moet hebben. Dit zijn pixels van 2,5 mm. Dus daarom vraag ik om een P2.5 paneeltje. Je hebt P5, 5 mm pixels. Je hebt P6.3, je hebt P3 mm. Allerlei maten heb je erin. Ik wilde P2.5. Ik wist al hoeveel stuks ik wilde hebben. Ik wist welke afmetingen. Dus alles gewoon heel duidelijk gespecificeerd. Met de units erbij dat ze het snappen. Meteen ook je shipping erbij vragen. En heb je ook nog volumekorting. Heel specifiek, heel helder, korte zinnen gebruiken. Ik gooi er nog extra witregels dus om echt onderscheid te maken van dit is het volgende stukje waar ik het over wil hebben. Want anders ga je echt onderuit komen. Dan krijg je een reactie terug. Dat gaat trouwens tegenwoordig verdomd snel. En op een gegeven moment een prijs gekregen. Nog even bedankt. En er zit er nog eentje tussen die ik weggeplaatst met mijn adres. En op een gegeven moment krijg je nog de DHL-kosten erbij, $48. Dus in totaal voor $380 hebben we 18 panelen kunnen bestellen. Oh, en laatste, wees beleefd, dat werkt echt heel goed bij Chinezen. Dat vinden ze echt heel fijn. Wij vinden het ook fijn, maar Chinezen ook. En weinig bijvoeglijk naamwoorden. Dat werkt niet. Woordvolgorde bij ons maakt uit. En in China doet dat andere dingen met taal. Dus in het Engels wordt het echt een puinhoop. En dan ga ook ik de mist in met woorden, want ik noemde ineens panels of modules, noemde ik displays. Ik vroeg om tekeningen van de displays. Toen raakte ze in de war van, een display is een kant-en-klaar ding. Daar zit alles al op. Wil je nou modules of wil je nou displays? Daar heb ik helemaal geen tekening van. Maar ik wilde toch nog even de afmetingen hebben van die module. En uiteindelijk heeft ze foto's gemaakt en heeft ze dat opgelost. En vraag dus niet te veel in één bericht, vraag niet te veel in één zin. Sowieso, ze zitten daar om geld te verdienen. Ze hebben niet de tijd om jou dagenlang te woord te staan. En dan komt het mooiste. We krijgen zo'n prachtig tekeningetje van. Ze heeft echt haar best gedaan, een fotootje gemaakt of ingescand. Ik weet niet precies hoe ze hem zo knalrecht heeft gekregen. En allemaal afmetingen erbij. En ik ging dat eens natekenen in Inkscape en daar klopte op het oog al helemaal geen fluit van. En in het echt ook niet. We kregen trouwens achteraf ook een ander paneeltje. Dat had ze wel van tevoren netjes aangekondigd. Maar dus dit was totaal zinloos. Maar afmetingen hoef je helemaal niet op te vertrouwen. Ik ben al lang blij dat de buitenafmetingen kloppen. Maar ze doen wel hun best voor je. Zelfs voor een relatief kleine order van $300. Dit soort bedrijven, zeker voor die lichtpanelen, dat gaat om duizenden en duizenden en duizenden euro's. En dan kom ik dus door met 18 LED-paneeltjes. Nou, op een gegeven moment heb je alles duidelijk, weet je wat het gaat kosten, weet wat je wil. Dan vraag je een PI. Een PI is een pro forma invoice, een pro forma offerte. Of een pro forma factuur, sorry. Zo noemen ze dat. Dat was voor mij de eerste keer dat ik hiermee bezig was. De term PI snapte ik echt niet, gegoogeld. Bij deze PI, pro forma invoice, en dat is gewoon dat je het kan gaan betalen. Wees daarin nog een keer specifiek in wat je wil. Want dit is zeg maar wat je met Alibaba als contract kan tekenen. Dus 18 keer dit, shipping naar Nederland, zet dat er ook bij. En laat ze dat ook, die shipping, op de factuur zetten. Want de Nederlandse douane gaat anders het bedrag schatten. Free shipping bestaat niet. En dan tellen ze dat bij je totaalfactuur op. En dan betalen ze de BTW over meer dan wat je eigenlijk zou moeten. Dus zorg dat er duidelijk op staat. Nog even een pro-tip. En dat is met wat grotere shippingbedragen staat wel fijn. Als je dat niet dubbel hoeft te betalen. Yes. Hoe weet je dat zo goed? Ervaring. We hebben de
afgelopen zomer hebben we 3.500 stukjes elektronica, waar je hier de bovenste helft van ziet, uitgedeeld. En dan, ja, ik heb heel veel al met, relatief gezien veel met dat soort leveranciers gesproken. En dan op een gegeven moment ontdek je gewoon dingen en loop je daar dingen af. Oh shit, nu zit ik met een douaneheffing die eigenlijk niet terecht is en moet je er weer achteraan. Het was niet goedkoper om ze allemaal los te bestellen, zodat je geen invoerrechten hoeft te betalen. Nee, dat is zo'n gedoe. En ze waren per stuk flink duurder dan wat we nu betaald hebben, plus ook het gedoe. Ja. Want dan weet je niet dat je allemaal dezelfde krijgt, dan weet je niet dat het dezelfde kleurtemperatuur zit, komt allemaal uit dezelfde lading in één keer. Dus dan zitten er waarschijnlijk dezelfde ledjes op. Dat hoop je dan altijd een beetje. Zo, en een paar dagen later, met DHL gaat het fantastisch. Nee, ik heb het hier er ook bij gezet van... DHL Express is echt je vriend om troep uit China hier te krijgen. DHL hier lokaal is absoluut niks, maar DHL Express, fantastisch om om pakketjes hierheen te krijgen. En dan krijg je het gewoon keurig verpakt. Netjes uit elkaar, schuimpje ertussen, zakjes eromheen, helemaal compleet, kreeg het afgeleverd. DHL Express is ook een ouderwetse echte DHL. Ja, dat is daadwerkelijk DHL. Ze hebben de naam een beetje onhandig gewisseld. Dus dat was een doos met oogpijn kwam eraan. Nou, in de tussentijd ook nog wat andere stukjes speelgoed besteld. Raspberry Pi had ik nog liggen. Dit printje is een adapterprintje om van de Pi via een paar level shifters naar die paneeltjes toe te kunnen praten. Je kan het ook helemaal zonder doen, maar dat krijg je net soms dat die spanningsniveaus niet helemaal goed zijn. En dit was ook wel lekker mooi. Hoef je niet te klooien meer met draadboompjes en weet ik veel wat. Dit is gewoon flatcables erin en het werkt. En ik had een ladingje bommetjes besteld, batterijtjes ook wel, om de boel van de accu te kunnen voorzien. En dit zijn de heftigste batterijtjes die je kan bestellen. Je moet ook de Nederlandse leverancier moet je ook een vinkje aanzetten. Ja, ik weet dat deze batterijen gevaarlijk kunnen zijn. Dat is echt een hokje in die webshop, anders krijg je je batterij niet geleverd. Het is een hoog vermogen, er zit 3500 mAh in. En ze kunnen in één keer 10 ampère eruit knallen. Dus ze kunnen heel snel leeg zijn. Dan kun je ermee lassen, denk ik, maar dat wil ik niet weten. Oké, nou, framepje ontworpen. Zoals ik eerder zei, de afmetingen klopten voor gemeten. Dus je moet nog twee keer opnieuw meten. En hou het simpel als je iets gaat bouwen en itereer. Weet je, een framepje bouwen, ja, het kost... wat hout, het kost wat lezertijd, het kost een avondje, maar je kan vrij snel je concept gaan bewijzen. Dus dit is alweer de tweede keer mijn handen. De eerste heb ik, degene die hier op de foto ziet, heb ik uitgeleend. De eerste was ook uit ander hout, was gewoon triplex. Maar gewoon een simpel framepje, een beetje gewoon gebaseerd van, nou, hier zitten de componenten niet in de weg, daar zitten de schroefgaatjes. Lekker simpel. En binnen de kortste keren een, doet dit het? Oh, kijk, kunnen we ook doen. Binnen kort keren een werkende kubus. Nog niet helemaal goed, want hij dupliceerde nu zijn beeld nog en het was nog niet mooi. En aan de binnenkant zat deze kabelsalade. Ja, kabelsalade dekt de lading niet. Het was echt een ramp. Maar het werkte. En zelfs al vanaf een powerbankje gedraaid, want ik had de accu toen nog niet binnen. Maar het werkte wel als concept. Waarom met Ziploc zakje? Kortsluiting. Er zat een Raspberry Pi in en nog een ander printje en nog een accupack en nog wat losse draadjes. Dus het Ziploc zakje was gewoon puur om de boel heel te houden. Nou, dan leer je dingen als je dat in elkaar zet. Dan kom je erachter dat een laserstraal van de lasercutter, dat die een breedte heeft. Hij lijkt heel dun, maar er zit echt wel een breedte aan. Dus alles wat ik keurig zo pas had ontworpen, donderde uit elkaar. Dus dat moet je instellen. Het doosje, trouwens het framepje, is gewoon makercase.com. Daar kun je gewoon standaard doosjes mee ontwerpen in allerlei maten en soorten. Je stelt je plaatdikte in en dan heb je al een tekeningetje. Het tweede wat ik geleerd heb is, goedkoop triplex is pokkenzooi. Het is krom, dus gaat de laser daar niet goed mee om. En het is niet vormvast, het levert eigenlijk alleen maar ellende op. Dus gebruik het niet. Twee keer meten is niet genoeg. Je wil een derde keer meten, want ik kwam erachter dat de gatafstand waar de schroefjes in gaan, en ja, die zijn echt heel klein.
Je ziet het stipje waarschijnlijk ook niet eens zitten. Dat zijn echt hele kleine schroefjes. Die gaan van onderaf door het frame het printje in. En dan precies tussen de ledjes in zit dan dat schroefje. Dat is echt heel spannend als je dat voor de eerste keer doet. En de tweede keer ook. En de derde keer nog steeds. En de vierde keer baal je, want dan is er een pixel dood. En er wordt nu even feedback gegeven op de stream waarschijnlijk. Dat het allemaal niet goed is. Het is allemaal stuk, Dave? Blijkbaar. Oh. Nou ja, gelukkig hebben we de opnames nog. Hopelijk. Hopelijk. En anders doen we gewoon nog een keertje. En het laatste wat ik heb geleerd is, misschien moet ik eens in plaats van hele frames per keer te gaan snijden, even een testje doen en kijken of het past. Dat scheelt een hoop geld en een hoop tijd. Maar, daar kom je vanzelf achter. Nou, dat was de eerste versie. Tweede versie. Heb ik hier de eerste exemplaar van. Had ik inderdaad keurig die breedte ingesteld. En lekker strak ontworpen. Nu was het alleen zo strak dat hij niet meer uit elkaar kon. En dat durf ik niet echt aan met die ledpanels. Want als je niet te veel buigt, dan breken de ledjes er gewoon vanaf. Dus dit was weer een leerzaam momentje. Maar wat er nieuw aan was, is dat, dat ik een binnenframe heb ontworpen waar de accu's in kunnen. Waar de Raspberry Pi op kan. En de rest van de spanningselektronica. Zodat het gewoon lekker allemaal veilig in het midden zit. Mooi gecentreerd, dat het evenwicht ook een beetje leuk verdeeld is. En in theorie ook verwijderbaar zou zijn. Dat die hele binnenkern zou eruit moeten kunnen trekken. Nou, dat is niet helemaal gelukt, maar het was een leuke gedachte. Nou, dan komt een van de spannende stukken van dit project. Dat is het bouwen van de batterij. En dat vinkje wat ik net zei, van ik weet wat ik doe en ik weet dat deze batterijen gevaarlijk zijn. Dat is ook echt waar. Er is gelukkig niks misgegaan. Maar ik heb de batterijen in groepjes van 3 parallel aan elkaar gelast. Dus 3 packs. 1S, 3P noemen ze dat ook wel. Ik heb er een battery management bordje op gesoldeerd. En Chinese batterij management bordjes zijn zinloos. Ze zouden hem ook moeten beschermen tegen leeglopen, dat je ze niet undervolt. En hij trekt de accu met gemak tot 2,5 volt leeg. Dat is voor lithium-ion is dat niet heel erg verstandig. Ergens 2,5, 2,8, hij gaat in ieder geval te laag. Ze zitten er nu nog in, maar ik moet er even een alternatief voor gaan zoeken. Tweede is, in theorie kunnen ze 15 ampère per stuk leveren of aan, zonder door te branden. Uit ervaringen van anderen heb ik al gehoord van, doe dat nou niet. Daarom zitten er ook 3 in, van even het een beetje realistisch houden. Ik heb alles in 1S opstelling gezet, dus alle batterijen zitten parallel aan elkaar, omdat dat lekker makkelijk is met voltages omhoog en omlaag convert en vooral het opladen. Want dan kun je gewoon zo'n IMAX B6 ladertje scoren van AliExpress voor 2-3 tientjes. En dan hangt hij een paar uurtjes aan de accu en dan kom je wel uit. De theorie toen ik dit pak batterijen ontwierp was dat hij er een uurtje of 5-6 mee zou kunnen draaien. Inmiddels hij blijkt het tussen de 8 en de 10 uur te doen, dus dat is gelukt. Zo. Ja. Over 1S 3P keer 3. Wat betekent dat? Eigenlijk is het 1S 9P. Maar ik heb, omdat ik er dus 3, ja. Drie pakjes van heb gemaakt, okay. Heb ik het zo opgeschreven. Maar het is 9P. Ze staan allemaal parallel eigenlijk. Ja, ja, dus je kan, ja, dus je kan ervoor kiezen om te zeggen, nou, ik vind 8 uur battery life niet lang genoeg. Ik plak er nog gewoon 6 cellen bij. Dat kost geen moeite meer. Dan duurt alleen het opladen ook weer. Hoe heb je aan langer die cellen gelast? We hebben een batterijlasapparaat staan hier op de space. Dat is waarom je bij een hackerspace komt. Dat is hier gereedschap. Kijk, waar wordt daar show and tell? Netjes. Ja, is van een deelnemer hebben te leen. En plaatst je batterij met de strip, nikkelstrip, erop tegen deze pin aan. Doe hem omhoog, binnenin zit een schakelaartje die je dan automatisch activeert. En dan last je het aan elkaar. Geeft enge vonkjes, dat werkt wel. Ja, is ook leuk om dat voor het eerst te doen. Het is inderdaad even spannend om dat voor het eerst te doen, want je krijgt inderdaad allerlei vonken alle kanten op. Maar het is wel heel grappig. Dus het batterijtje was ontworpen. Daar ook een frame voor ontworpen. En dit was wel een van mijn trotsere stukjes Inkscape. Met allemaal
allemaal vormpjes die aan elkaar gekleid zitten om het enigszins passend te maken. Je hebt hier dan weer ruimte voor de battery tabs. En dit heb ik nog, volgens mij nog een kwart zat gedraaid, maar weet ik niet meer precies. En zo hangt hij uiteindelijk in deze vier plankjes zit hij dan strakjes opgesloten. Zoals hier. Ik heb hier nog een eerder experiment. Ik dacht eerst van laat ik nou 8 doen, want die kan ik heel mooi met zo'n geschakeld inbouwen. Dan neemt het heel weinig ruimte in. Toen dacht ik van, nou maar ja, 9 cellen is beter dan 8 cellen. Dus het zit zo als een... ik denk ook niet dat ik er ooit mee door de luchthaven security heen kom. Als je dit door de scan haalt, dan ziet het er wel heel spannend uit. Maar zo zie je dat frame dus met van die pennetjes in elkaar hangt. En het klemde allemaal aan de ene kant te goed en aan de andere kant net niet goed genoeg om lekker in elkaar te blijven zitten. Maar dat was interessant met bedraden. En daar komen we nu. Op één zijkant relais om de spanningen te schakelen van de LED-panelen. In theorie kunnen er, kan elk paneel een ampère of 3 of zoiets trekken. 3 ampère met 5 volt is het. En met 6 panelen zou het voor 1 reletje te veel zijn, dus ik heb 3 reletjes uiteindelijk gebruikt. 2 om de accu aan en uit te schakelen en eentje om nog het opladen te schakelen. Volgens mij vertel ik het nu niet helemaal goed meer, maar dit heb ik echt diep in de nacht in elkaar zitten zetten. Dus het is niet meer helemaal helder hoe het zit. Daarboven een boost convertertje om van de batterijspanning naar 5 volt te komen op de Raspberry Pi. Die staat nog op de nominatie om te vervangen. Want hij wordt bloedheet en dat bloedheet klinkt als batterijverspilling. Dus ik heb nu 7 of 8 verschillende boost converters van AliExpress besteld om gewoon eens wat uit te proberen hoe ze dat doen en hoeveel storing ze geven. Dit is ook Wago Central. Dat zijn die klemmen die je daar zet, die latsklemmen. Het hele ding hangt ervan aan elkaar om alle verbindingen te maken. Het zijn ideale klemmetjes om spanningen te schakelen en aan te sluiten. Ja, dat is het hele setje. En dan ziet het er zo... Nou, op het moment ziet het er rommeliger uit, want wat je nog mist zijn de vetkabels tussen de panelen. Maar dit is het hele stroomverdeelgebied. Dus hierachter zit de accu. Die voedt de klemmen hier aan de zijkant. Dat gaat naar de relais toe. Er zit in de huidige versie nog een oplaadkabeltje erbij. En zo voedt hij het hele ding. Aan de andere kant zit de Raspberry Pi, ook netjes vastgezet, met dat bordje erop om de flatcables te verdelen. En dit was een ideale opstelling, totdat Roel de panelenvolgorde veranderde. Toen moest ik heel veel kabels door de hele kubus heen trekken. Maar daarover kniezoren we niet. En hier zie je nog wat van die regenboogkabeltjes erbij. Okay, die had je al gezien. En een voetje gesneden, afgeknotte driehoek. Ik zat alleen nog thuis, sorry. Daarom zit er nu een rolletje duct tape onder, dat werkt ook net zo goed. Zo, mijn plan is nog een nieuw frame te gaan maken, want alles zit nu los. Het zit of te vast of te los en op klem gaat het ook niet van dat slijt en dat werkt gewoon niet lekker. Ik zit nu aan iets te denken met tie-wraps. Ik heb magneten geprobeerd, maar die braken weer uit het frame los van de lijn. Dus dat werkte niet. Stroomdistributie. Het gaat nu met 3 reletjes. Ik denk dat met één wat zwaarder relais kan. De panelen moeten even op een andere manier georganiseerd worden, zodat de kabeltjes wat makkelijker lopen. Ik wil nog een stroomschakelaar, die je makkelijk aan en uit kan zetten. Misschien met een magneetschakelaartje of zoiets, weet ik nog niet precies. De accelerometer die staat nog heel hoog op ons lijstje, dat je hem gewoon beter kan pakken en dat je dan pixels zo kan besturen. Dat lijkt me nog wel wat. Maar dan moeten we eerst nog even wat GPIO's voor vinden die vrij zijn. Dat hebben we nog niet uitgezocht. Nieuwe battery management bordjes. Want deze zijn niet te vertrouwen. Dus dat moet anders. Misschien ook het wat actiever monitoren. En de boost converters voor de... Oh, jongens, mijn slot gaat helemaal stuk. Sorry. Het is droog hier. Het is hier heel droog. Ja. En het is droger dan op mijn werk. En dat is best knap op zich. De boost converter even verbeteren. En ik zit ook te denken om de panelen ook toch een boost converter te geven.
Want je merkt dat zodra de batterijspanning een beetje inkakt, dat die vrij snel gaat glitchen, terwijl er eigenlijk nog wel zat power in die accu zit. Dus dat komt er allemaal nog zo'n beetje in. Mocht je ideeën hebben over hoe je zo'n soort frame in elkaar kan hebben met een bevestiging die je ook weer los kan halen, dan hoor ik het graag van je. Ik ben nog een beetje aan het brainstormen. Nou, dan zou dit het punt zijn dat Roel het jullie over de software zou gaan vertellen. Die hier allemaal zo leuk voorbij komt. Ik weet niet of je het wereldbolletje voorbij ziet komen met 3D-mapping en alles. Hij is er helaas niet, dus dat gaat niet lukken. Hij heeft er wel een leuke blog over geschreven op zijn eigen website. Die staat ook gelinkt vanaf refspace.nl/letq. Er staat ook gewoon een linkje, kun je er gewoon bij. Sowieso het hele project is volledig beschikbaar. Je kan zo de tekeningen downloaden. Er staat wel een oude versie op, zit ik me nu te bedenken. Ik zal degene die er nu in zitten ook wel eventjes uploaden. Het is niet helemaal perfect, maar je kan in ieder geval daarvan starten. De software staat erop en je kan er op zich gewoon mee aan de gang. En dat was die. Dus kort en krachtig. Vragen, ideeën, suggesties? Kurt? Ik zie hem af en toe wat oplichten. Is dat? Af en toe wat oplichten? Ja, als in... Ja, ik zie wat je bedoelt. Ja. Dat weet ik ook niet helemaal. Er is een theorie, want ik zag wat klachten op de GitHub van die library die we gebruiken. Dat met de minimal distribution dat dit gebeurt. En dat met de desktop versie dat niet gebeurt. Dus ik zal geen idee, er schijnt iets stuk te zijn in Raspbian. Maar er werd juist aangeraden om die light te gebruiken. Dat is dus het gekke. Dat is dus maar in de issues werd blijkbaar... Bij de issues komt dat dus naar boven dat het misschien dat is, maar... Ik heb er niet heel erg nog achteraan gekeken. Nee, die andere kubus had het ook en die draait wel desktop. Dus alleen minder. Mm. Maar het gebeurde ook daar. Ik kan het je echt niet vertellen. Niek? Ja, het is een compact accu ding in het midden gebouwd. Ja? Het is verder een gesloten kubus. Wordt die niet redelijk warm van binnen? Ja, naast de boost converter natuurlijk. Ja, het valt me heel erg mee. Ik dacht dat het erger zou zijn. Maar er zit ergens een sensor in ofzo? Er zit nu helemaal niks in en gewoon YOLO. Het is tot nu toe goed gegaan. Bij Hacker Hotel heeft hij 6 uur achter elkaar gedraaid. Dus dat, ja, het kan wel, als hij te warm wordt, kan natuurlijk het leven van die ledjes gaan verminderen. Ja, maar zo heet is hij nog niet geworden op aanraking. We hebben thermische zekeringen dit. Oké. Zeg maar als zeg maar een cut-off dat hij niet doorgaat als hij zegt 130 graden wordt. Nee. Ja, vrij aardig. Komt er een strijk uit. Ja, voor het laden. Je hebt de schroefjes waarmee de panelen vastzitten. Ik kan je niet verstaan. De schroefjes waarmee de panelen vastzitten, zou je die niet kunnen gebruiken om laadcontact te maken? Ik doe wel het deurtje open en ik prik even een kabel in. Dat is zoveel simpel. Nou, hetgene waar ik een tijd terug aan heb zitten denken, op iemand anders een aanrader, is om op de 3 lijnen... Een magneet of een metaaldraad iets, een contactvlak in te bouwen dat je hem echt zo neerzet en dat hij dan à la MagSafe gaat opladen. Maar dat ain't nobody got time for that. Dat vind ik echt weer een spannende vervolgidee. Hoe stuurt die pilot eigenlijk aan? Bitbangt hij dat? Volgens mij is het gewoon heel plat ouderwets bitbangen. Ja, heel simpel ook. En dat zit allemaal in die library. Dat is, zoals ik zei, ik ben meer van de hardware. Het software stukje, ik snap daar geen fluit van. Ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Ik kan nog net git clone intikken en dan houdt het bij mij een beetje op. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb nu voor deze wel een bash scriptje geschreven. En een systemd service heet dat. Zo'n ding wat initialiseert bij de boete, zeg maar, wat start. Dat heb ik geschreven. Dus dat, ik was heel trots op mezelf. Dus dat... te laat. Kunt u het nog even herhalen? Fashionably late voor de meetup. Wat voor library gebruik je voor die animaties, weet je dat? Dat legt hij allemaal uit. Ah, oké. Dus op zijn website kun je dat helemaal zien. Dat is, het is nu, deze zit in die originele library, die Game of Life. Er is ook eentje, de dame is bezig om Game of Life gemapt te krijgen, dat het dus echt rondom de kubus eerlijk speelt. Dus dat die vlakken ook invloed op elkaar hebben. En hij heeft zich heel erg gericht om die OpenGL shaders
om te zetten naar iets wat de kubus kan verdragen. Dat heet Shady, geloof ik. En dat zit weer geknoopt aan een ander stukje software en ik ben het helemaal kwijt. Dat, De trite shaders en er komen RGB pixeltjes uit in een groot bestand wat je naar het paneeltje toestuurt. Daar komt het eigenlijk op neer.